De meeste COVID-19 gevallen zijn geregistreerd in de wijken Paramaribo Centrum, Combe, Rainville en Blauwgrond. Ingrid Krishnadat, hoofd van het COVID-19 management team, zegt dat de tweede golf waarin we ons nu bevinden een snellere stijging van positief getesten kent dan de eerste golf. Volgens Krishnadat hebben de maatregelen van de afgelopen 2 weken enigszins geholpen een explosieve spreiding van het virus te voorkomen. Dan zien we, er waren maatregelen afgekondigd iets na de 10e. En de effecten van die maatregelen kunnen we in deze curve zien. Als u ziet, rond de 12e naar de 17e had je een behoorlijke stijging. Maar van de 17e naar de 22e is de stijging al minder steil. Dat wil zeggen dat die maatregelen waarschijnlijk enigszins effect hebben gehad, maar nog niet voldoende om hem te laten dalen. De laatste maatregelen die zijn afgekondigd, die dus nu gaande zijn, die effecten ga je jammer genoeg nog niet kunnen zien op de dag van vandaag. Omdat het meestal zo'n 2 weken neemt voordat de effecten zichtbaar zijn in de samenleving. Dus we zien wel dat het minder steil is geworden door de iets minder stringente maatregelen. En door de maatregelen die er nu zijn, verwachten we dus eigenlijk dat het hopelijk nog minder steil wordt en zelfs omlaag gaat. Maar jammer genoeg kunnen we dat pas over een week definitief zeggen. De positivity rate, dat is het aantal positieve testen op het aantal uitgevoerde testen, is nu 18,2%. Het streven is echter om dit percentage onder de 5% te krijgen, zegt Krishnadat. Want pas dan weten we dat we genoeg hebben getest. En het is nu van de 18%. Dus we moeten nog steeds verder gaan met het driftig testen en driftig kijken. Dus zodra u zich ziek voelt, ergens bent geweest en u denkt van nou laat me even gaan kijken, gaat u dan door de daarvoor aangewezen posten. U kunt op de BLG website zien waar dat is om te kijken of u misschien besmet bent. Volgende. Dit is het overzicht van het land en we zien nog steeds dat er wel overal gevallen plaats hebben gevonden, overal in alle districten, maar het grootste deel is nog steeds in Paramaribo. Dat was Ingrid Krishnadat, hoofd van het COVID-19 management team. Ze sprak gisteren in de congreshal bij een COVID-19 persconferentie van de overheid.